Ik heb net twee berichtjes binnengekregen. En ik denk dus even boven unboxen, want Sarah die is beneden enigszins met de school bezig. Yes. Dus ik ga hem even uittesten. Ik denk er weer aan, dus ik ga de outfit laten zien. Nou, we zijn niet scherp. We zijn een onscherp zootje. En nu dacht ik, ik wil even iets neerleggen voor Sarah voor morgenochtend. Goedemorgen, het is donderdag. En oh, ze is eindelijk beneden met school bezig. Die had wat opstartproblemen. En ik ga beginnen met de was vandaag. Oh, ik ben niet lekker wakker geworden. Ik heb net twee berichtjes binnengekregen. En ik denk dus even boven unboxen, want Sarah die is beneden enigszins met de school bezig. Die heeft zo niet vandaag. Maar het is twee keer hetzelfde pakket, alleen een andere maat. Dus omdat de maat anders viel. Maar we gaan binnenkort weg. En van de week even. En dan heb ik dit niet. En even. Alleen echt zo raar. Dan bestel je het in één bestelling en dan wordt het in twee geleverd. Ik heb deze besteld. Dit zijn gewoon lage kaplaarsjes. Deze zijn van Glamorous. Dit is de maat 39. 9 en 38 besteld, want ik vond dat ze heel groot vallen. En als ik hem zo zie, nou ja, het valt wel echt heel groot. Heb ik nog een pakket ervan binnen gekregen, dat is deze. Dan zal dit de 38 zijn. Dit bij elkaar houden, want dan kan er zo een teruggestuurd worden gelijk. Moet de cellen daar toch wegbrengen, dus dan brengen we gelijk dat retourpakket. Ik ben toch blij dat ik twee maten besteld, maar ik heb wel eens vaak gehad. Dan stond erbij dat dit groot viel. En dan had ik het en dan viel het helemaal niet groot. En dan heb ik nog niet de juiste maat. En als ik twee bestel, dan weet ik het zeker. Dit is de 38. Even kijken hoe dit dan zit. Ja, dit is echt een stuk beter. Dus ze zijn, nou, kan je dat zo zien? Zo. Deze waren meer afgeprijsd. Want ik hou van echt hele dure schoenen. Maar voor zoiets heb ik dan altijd weer zoiets van, ja, waarom moet het toch niet duur zijn? Want ze gaan toch heel vies worden. En ze blijven heel mooi. En ik vond deze nog wel redelijk leuk. Al wil ik heel graag hele leuke kaplaars met een hak. Het hoeft niet eens zo'n hak te zijn, maar gewoon een blokje of zo. Maar goed. Ik heb in ieder geval dit. En nu hopen dat het weer ook mee zit. Want anders gaat het zondag alsnog niet door. Maar dit even allemaal opruimen. En dan ga ik even douchen. Vandaag even gewoon een basismake-upje. Maar ik heb deze natuurlijk gisteren gekregen. Dus ik ga hem even uittesten. Al is het eigenlijk best wel veel highlighten volgens mij voor het weinige make-up wat ik op heb. Maar ja, anderzijds, highlighter is altijd mooi. Nou, het werkt niet echt zo, omdat ik de camera vast heb. Maar hij is wel echt waanzinnig mooi. Hij glimt heel goed. Is het zo goed te zien? Ik weet niet of hij het licht pakt, kan het niet zien op de camera. Oh. Nou, ik moet dit echt niet meer doen met de cameraman, maar ik heb hier nergens om neer te zitten. Maar in het echt vind ik hem echt heel mooi glimmen. Dus ik ben echt happy met deze. Echt zo leuk. Ik denk er weer aan. Dus ik ga de outfit laten zien van vandaag. Ik zag deze top weer. Die heb ik echt lang niet aangehad. Die is van Patricia Peppe. En nou heb ik hem aan en vind ik hem weer helemaal leuk. Normaal haal hij spijkerbroeken van Levi's. En ik heb mijn Vagabond laarsjes weer aan. En dit is voor het eerst dat ik weer zo'n schoen aan heb. Maar deze lopen altijd echt wel waanzinnig goed. Ik had al eerder gehad dat het mijn rug heel erg pijn deed. En dat deze dus wel heel goed liep. Mama. En ik was al een beetje bezig met dingen aan het opruimen om weg te doen. Ik kan je een aantje kan geven. Dan geef je mijn oma, oké? Ja. Maar doe je schoentjes even aan, dan kunnen we de deur uit. Wil jij het aan, oma? Nee, ik pak even de spullen. Doe jij je schoentjes even aan. Oké. Oké, we zitten eindelijk in de auto. Welkom. En we gaan dus even het pakket wegbrengen. En dan
gaan we Sarah naar oma brengen. Ja, naar oma Ankie. Ja, leuk hè? Kijk, mijn poppetje. Ja, dit is zoals ze klaar is. Superleuk. Die heb ik gisteren gekregen. En leuke schoentjes. Een leuk rokje. Ik heb haar haar in de stuit gedaan. Ze heeft allemaal leuke haardingetjes in. En ze heeft hier een teken van kapper. Want ze is kapper. En ze... Oh ja, dat was haar. Ik vind het echt super mooi. Ja, is ze ook hè? Ja, kijk. Vooral zo is ze super mooi, toch? Ja. Toch, mama? Heel mooi. Sarah is hier gaan spelen. Die vindt het helemaal geweldig. Die is helemaal gek op de oma van Mila. Dus die is al een paar keer uit school ook mee geweest. En die bleek denk ik, kennen elkaar al. En we hadden het net over hoe laat ik het ging ophalen. Maar Georgia die haalt Mila toch ook op. En Sarah en Mila wonen natuurlijk vlakbij elkaar. Ik kom lekker uit mijn woorden, ik heb het door. Dus die rijdt zo mee, want ja, anders moeten we met allebei daarheen rijden en dat is een beetje dubbel. Dus toen dacht ik, laat ik vast de schooltas klaarzetten, want morgen gaat ze naar mijn moeder. Dan vond ze leuk. En dan moet ze daar de school en als mijn broertje er is, gaat ze met mijn broertje buiten school gimmen. En is die er niet, dan gaat ze met mijn ouders wandelen en dan verzinnen ze ook wat, dan heeft ze toch een beetje de schoolgym. Ze hebben wel een beetje uitdagingen zo erin. Ik kan natuurlijk nog niet heel veel. Het gaat wel echt beter hoor. Elke dag merk ik nu dat ik wel vooruit ga. Alleen ik moet gewoon nog een beetje oppassen. Nou, deze staat in ieder geval klaar. En ik had nog wat spulletjes naar mijn ouders. Dat had ik net al in een boodschappentas gedaan. Er komt misschien nog wat bij. Dan is dat allemaal weg. Ik hou er altijd van om alles al klaar te zetten en weg. Als ik iets leen en ik ben ermee klaar, doe ik het altijd gelijk klaar, zet in tassen. Dan kan het allemaal weg, weg, weg. Ik hou van. Oh, we zijn niet scherp. We zijn een onscherp zootje. Maar we zijn wel weer samen. Zie je nou gelijk gek dekjes trekken? Niet lachen, je mag niet lachen. Je mag niet lachen. Dan lijkt het net of je het leuk vindt. Kiele, 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 kiele. Ik kom er niet bij. Maar ik heb nog een hand. Waar zit de kietelplekje? Hier? Nee. Hier? Nee. Hier? 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 Waar zit hij? Ik heb geen kietelplekje meer. Ik heb nee? Een kietelen. Oh, kijk of dat echt zo is. Even kijken. Hier heb jij altijd een kietelplekje. Ik kan er niet bij. Nee. Je kan toch tegen kietelen? Je kan toch tegen kietelen? Nee, maar je bent toch niet aan het kietelen? Nee, maar bij het idee van kietelen? Dat is je kietelplekje. Ik had hem, ik had hem. We eten lekker stamppot. Met vlees. Met vlees? Nee, papa heeft alle worst nog. Ik wil ook rookworst. Sarah ligt op bed. Marco is naar zijn neefje toe. En ik ga film kijken. Ik ga A Star Is Born kijken met Lady Gaga. Ik ben benieuwd, ik heb nooit een film van haar gezien. Maar ze schijnt best wel te kunnen acteren, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb thee gezet en ik ga even genieten van mijn me-time. Trouwens al geëdit, dus dat is al klaar. Dus ik heb er ook wel even de tijd voor. En morgen gaat Sarah overdag weg, dus dan wil ik heel veel doen. Dus ik wil nu gewoon even relax tijd. Nou, was best wel een grappige film. Geen oogstandje of zo. Ik heb betere gezien, maar ik vond hem ook niet slecht. En nu dacht ik, ik wil even iets neerleggen voor Sarah voor morgenochtend. Want ze gaat school doen bij mijn moeder. Dus dat hoeft ze niet hier te doen. Dat is ook allemaal ingepakt natuurlijk. Toen dacht ik net, ik leg de elektro neer. Ga ik even een leuke kaart zoeken en dan... Hopelijk vindt ze het leuk morgenochtend. En dan is het toch nog ergens ook een beetje leerzaam. Dan moet ik wel zeggen dat hij het niet 100% goed mee doet. Dus dat is misschien ergens dan enigszins wel frustrerend voor haar. Maar goed, we gaan gewoon wat leuk zoeken. Nou, vlag heeft ze al een paar keer gedaan, maar die vindt ze niet heel leuk. Deze is misschien wel leuk. Allemaal sporten. Oh, dit is ouderwets, want heel veel van deze munten bestaan niet eens meer. Dit zijn natuurlijk allemaal euro's geworden. Deze is natuurlijk heel oud.
Welke dieren? Die is ook leuk. Wat voor vlinders? Nou, ze houdt van vlinders. Oh, nu zitten ook andere insecten bij. De vaas gaat ze minder leuk vinden. Hondenrassen. Ik heb dit vroeger gedaan en ik weet bijna nooit welke hondenrassen het zijn. Dus ergens heb ik het niet heel goed gedaan. Figuren. Het is ook wel leuk. Verkeersles. Het is natuurlijk grappig als je het fout doet. Dan kom je er gewoon achter dat je het fout hebt gedaan. Goed, deze is ook wel leuk, denk ik, voor Sarah. Delen van het lichaam. Bloemen eten. Ik denk dat ik die delen voor het lichaam erop leg. En dat ik die andere dan boven leg. En dan moet je zelf maar even kijken. Ik leg hem in ieder geval klaar op tafel. Zo, die handleiding hier eronder. Ik heb het nu dus zo op tafel gelegd. En ik ben benieuwd. Maar we gaan morgenochtend zien of ze dit dus wel of niet aan het doen is. Maar ik hoop het wel, want het is wel... Ik vond het vroeger ook echt heel leuk om te doen. Hier kan eigenlijk nog wel wat dingetjes van leren. Ik heb flink wat dingetjes opgeruimd. Vaat was klaargezet, alles. Dan zet ik hem zo aan en dan kan ik dat morgen uitruimen. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Moet... Ja, voor deze periode vroeg mijn bed uit, maar het valt reuze mee. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!